Van Fulham, 7 miljoen is zijn marktwaarde. We gaan onderhandelen en kijken wat we hiervan kunnen maken. En om jullie een beeld te geven van hoe dun we zijn, dit is onze reserve. Er zitten alleen Reins en Sanchez op het moment. We moeten echt versterken in de breedte. Ik wil geen drastische eerste elftal aankopen gaan doen, maar we hebben wel breedte spelers nodig. What up kijkers, top dat jullie erbij zijn en kijken naar een gloednieuwe video van de FC 25 Ajax Career Mode. Na een droevig gelijkspel tegen NEC hoop ik deze aflevering een overwinning te pakken en verwacht ik een transfer, of misschien wel meerdere eigenlijk, te gaan maken. Er staat genoeg op het lijstje wat interessant kan zijn, dus we zullen keuzes moeten gaan maken. Als jullie er zin in hebben, klik dan vast op het duimpje omhoog en dan gaan we nou gauw verder simuleren. Nou, ik heb een leenaanbod op van Axel Dongen ontvangen. Ik ben niet per se nog van plan spelers te verkopen. Maar een huur zoals van Axel Dongen, daar sta ik nog wel voor open. Dus dit ga ik accepteren. En we hebben de eerste jeugdscout verslagen binnen. We gaan hier eens even naar kijken. En potentieel valt wat minder op. Het staat nou daar een beetje rechts in het midden, zie je het staan. En we hebben een paar mooie talentjes ertussen. Ik ga niet liegen, we gaan eerst gewoon dit afwijzen wat we niet gaan gebruiken. En dat is alles onder de 80. En dan houden we hier deze twee over. Bjorn Peters en Jos Willems. Een verdedigend middenvelder en een rechtsachter. 14 en 15 jaar oud zijn de heren. We gaan ze een contract aanbieden. Zo, en onze scout in België heeft even de jackpot geslagen als je dit potentieel hier allemaal ziet. Dan zien we hier, weet je, dit kan nog laag eindigen. 64 tot 86. Maar het is allemaal 80 plus. Dus weet je, ik ga een paar doorscouten. En de enige die ik contracteer is eigenlijk deze man. Lucas Deens. Ondertussen was er nog wel een verkoop bezig in onderhandelingen. En dat is nu definitief Jay Gorter vertrekt. We hadden 29,6 miljoen verdiend. Daar komt nog eens 6,3 bij. Is 35,9 miljoen. Lekker bedrag. We verdienen prima. En ik wil nu een keer een versterking gaan halen. Dat is voor de linkervleugel. We hebben daar Gods van Axel Dongen en Banel. Allemaal talentjes. En ik wil daar, ja, hij is niet per se oud en heeft ook niet per se heel veel ervaring. Maar Ajax was er in het echt wel in geïnteresseerd. Camel Dean Sulemana. Ik ga kijken of we kunnen delegeren om te lenen. En dat kan. Ik wil inlenen met koop dan. Ja, volgens mij is het een beetje veel voor in FIFA. Als ik dit zo zie. Want het startbedrag was niet hoog. Doen we gewoon 5 miljoen en we zeggen 6 miljoen. Wie weet kunnen we gewoon een prima duwtje slaan. Niet hoger gaan dan 6. Dat is alsnog veel goedkoper als die 20 miljoen die er in het echt aan hing. Nou, dan gaan we nu voor onze eerste echte aankoop. Het wordt degene die Guy gaat vervangen. Guy is op dit moment mijn enige backup voor de rechtsachter. En ik wil hem beteren. Ik wil TT terughalen. Van Fulham, 7 miljoen is zijn marktwaarde. We gaan onderhandelen en kijken wat we hiervan kunnen maken. 7 miljoen is dus zijn marktwaarde. Ik ga gewoon 6 bieden. We gaan gewoon even onderbieden. 6,7. We gaan counteren. We gaan er 6,5 van maken. Dat lijkt me dan een prima bedrag. En dat is zeker een deal. Lekker onderhandelen voor TT. Kom maar naar Amsterdam, jongen. Nou, hij is binnen hoor. Kenny TT terug bij Ajax Amsterdam. Henderson verwelkomt hem. En dit is gewoon dezelfde cutscene als de vorige games. Geen vernieuwing hier. Thanks EA voor de effort. We gaan verder. Nou, 6,5 miljoen is dus de transfersom. En hij komt over op een 4-jarig contractje. Ik vind het een prima deal. We krijgen wel beoordeling D. Vind ik wat laag. Van Axel Dongen is ondertussen uitgehuurd. Nou, we hebben antwoord op ons verzoekje om Sulemana te lenen met koopoptie. Ze willen gewoon een 1-jarige huur zonder koopoptie. Maar ik weet niet of ik dat zelf wil. 1-jarig en dan weer terug naar Southampton. Mwah. Ik zag ook een reactie om Fati te halen. Om zijn carrière een nieuw leven in te blazen bij Ajax. Maar ik weet niet of ik dat wel realistisch vind. Plus zijn marktwaarde is aardig hoog. Dan zijn we bijna door ons hele budget heen wat we mogen investeren. Wat een pak een beet afgerond. 35 miljoen. Daar is 6,5 van afgegaan. Dus dan hebben we ongeveer nog 28. 20,5 over. Dus dan ben je dat bijna in één keer kwijt. Vind ik zonde. En dan is het nu wedstrijddag en gaan we spelen tegen Go Ahead Eagles. Het team waar Ajax recent niet zo best tegen heeft gespeeld. Hopelijk kunnen wij dat beter gaan doen. En om jullie een beeld te geven van hoe dun we zijn,
Dit is onze reserve. Er zitten alleen Reins en Sanchez op het moment. We moeten echt versterken in de breedte. Ik wil geen drastische eerste elftal aankopen gaan doen. Maar we hebben wel breedte spelers nodig. Banel moet maar wel een keertje gaan starten in plaats van Gods, want die is een beetje vermoeid. En om diezelfde redenen laten we ook Hato op de bank voor Baas. Voor de rest gaan we niks aanpassen. Hiermee moeten we het gaan doen tegen Go Ahead Eagles. Hopelijk gaan we onze eerste 3 punten pakken. Op naar de aftrap. Ja, we zijn afgetrapt. Ik blunder gelijk. Het is Go Ahead wat hier ontsnapt. We blokken schot en dan gaat naast. Gekke start van de wedstrijd. Hoekschop gelijk dus voor Go Ahead. Kunnen we dit wegwerken? Ja, nou, soort van op het moment. Niet helemaal, maar we veroveren bal. Nou, Henderson met een goede verovering. Tikt hem naar Brobby. Het is aardig ver. We doen een power shot. Niet slecht. Nou, balletje. Brobby. Langs de verdediger. En die schiet hem wel in het netje. Eindelijk de voorsprong. We zetten ze goed onder druk. We creëren veel kansen. En Brobby tikt hem dan eindelijk in het net. De nummer 9. Woutje, is dit in echt niet gelukt? Brobby doet het voor ons wel en brengt ons hier op voorsprong. Nu moeten we uitbreiden en 3 punten binnenslepen. Hij gaat verder. Zo, in 1 keer meteen Go Ahead in de startblokken naar die aftrap. Pasveer, werkt het weg, dankjewel. Zenuwachtige momenten daar. Berghuis naar Brobby. Nu erdoor. Dit is geen buitenspel, geloof ik. Banel, het talentje schiet hem binnen. Kijk, dat is ook een debuut. Dus in deze save is het zijn debuut. Hij zat natuurlijk al bij de selectie, maar Banel, het jeugdtalentje, mag minuten maken in plaats van Axel Dongen. Die is op huurbasis weg en maakt daar goed gebruik van. Schiet ons naar 2-0 voor rust. Nou, dat is een prima uitgangspositie voor de tweede helft. Prima goaltje, Banel. Oh, ik liet hem lopen. Schot gaat gelukkig naast en dan is het rust. We staan 2-0 voor. Vasthouden in de tweede helft en de overwinning is binnen. Go Ahead, op zoek naar kansen. Dat is een goede verovering. Dan moeten we gaan. Brobby staat er als aanspeelpunt. Berghuis is erbij. Berghuis is langs zijn man. Berghuis dribbelt te ver. Banel van een lange afstand. Zo! Ik dacht, we proberen het een keertje. En hij jaagt hem even in de kruising. Wat een afstand is dit. Laten we eens even gaan kijken. Het is een afstand van 25 meter. 99 kilometer per uur. Lekker man. Daar draaien ze even goed weg van Soetalo. Oh, dat is helemaal open. Pasveer met de redding. Hoekschoppie voor de mannen uit Deventer. Koppen we weg. Oh, vrije trap ongeluk snel genomen. Maar dat was niet zo slecht. Brobby krijgt hem alleen niet in het netje. Hier is Taylor ook heel veel ruimte. We powershotten nog een keer. Wordt gewoon weggekopt. We hebben nog wel balbezit. Banel geplaatst. Schot wordt ook geblokt. TT, afstandsschotje. Redding van de doelman. Het is een schietend hier. En dan wordt die bal gewoon echt weggewerkt. Gaan wij ondertussen 3 wissels maken. Rugani gaat eraf voor Kaplan. Brobby eraf voor Weghorst. En Berghuis eraf voor Traoré. Nou, ik zie daar... Oh, ik wil eigenlijk naar Weghorst. Dus wat verder. Traoré. Kopte wel die bal. Nou, Weghorst. Die moest wel naar Traoré. Traoré. Ik wil hem niet voorzetten. Oh, ik wou naar Weghorst. Nee, dat is veel te ver. Oeh. Baas zit mis en dan is nou Go Ahead Eagles ontsnapt over de vleugel. Wow, en dan geven ze zo voor. Dat is echt waardeloos. Banel geeft hem mee naar Weghorst. Weghorst nu dan. Oh, weer de doelman. Het mag maar niet. Henderson. Banel nu voor zijn hat-trick. Oh. Nou, Go Ahead Eagles mocht nog een laatste keer aanvallen. Wij poffen nu weg en dan kan de scheids fluiten. Doet hij ook. We winnen 3-0 van de Go Ahead Eagles. Prima overwinning. Eerste 3 punten van het seizoen in de pocket. Geen perfecte start, maar gelukkig ook niet al te slecht. Gaan we verder. Nou, dat was een goede overwinning en dan gaan we zo weer richting het einde. Maar voor die tijd wil ik nog 1 transfer maken voordat we gaan afsluiten.
Eentje om af te ronden. Het is Raf van den Berg, de 20-jarige verdediger van Middlesbrough. Ik had eerst Pilaers op het oog, maar die heeft net een transfer gemaakt naar Parma. Dus vandaar gaan we over naar Raf van den Berg. Nog altijd maar 20 jaar, dus nog jong genoeg. 1,90 meter, dat is wel echt een prima lengte voor een centrumverdediger. Hopelijk kan hij bij ons groeien tot een vaste waarde. Tot een, wie weet wel, een international. Zou mooi zijn, we gaan het proberen. Seb ging bijna naar PSV, dat is niet doorgegaan. Wij halen Raf van den Berg. Nou, we gaan een openingsbod doen van 3 miljoen. Gewoon om mee te beginnen. Kijken wat ze daarmee gaan doen. Gaan ze het afwijzen. We hebben een doorverkoopclausule. Die ga ik gewoon weer verwijderen. We gaan wat nieuw indienen. En dan is het toch opeens een deal. Prima joh. Zonder doorverkoopclausule, gewoon voor 3 miljoen. Kom maar naar Amsterdam, Raf van den Berg. En hij is binnen. 3 miljoen voor Raf van den Berg. Van Middlesbrough komt hij over. We krijgen een aantje. Kijk, goede beoordeling. Zien we graag. Zit op een 5-jarig contract met een sporadische rol. Daar kunnen we ook helemaal niks van zeggen. Dus kan hij bij ons goed doorleren, gaan groeien. En ooit weer een volgende stap maken. Maar voor nu, welkom in Amsterdam, Raf van den Berg. En met die transfer ga ik afsluiten. We gaan natuurlijk nog wel meer transfers maken in de volgende aflevering. Ik sluit hem nu af, want Ajax moet ook zo zelf voetballen in de Europa League. Echt. En dat kies ik voor opnemen. Mocht je dit leuk hebben gevonden, klik dan op het duimpje omhoog, die like. Ben je nieuw, wil je meer zien? Abonneer dan ook gerust. Laat natuurlijk transfertips achter als je die nog hebt. En ik check jullie graag bij een volgende video. Ik bedank jullie voor al jullie support en voor het kijken. Tot de volgende keer. Ciao.